Paus Franciscus heeft tijdens de mis op kerstavond gevraagd medeleven te tonen met vervolgde en van huis en haard verdreven mensen. Deze zouden met open armen moeten worden ontvangen. Achter de schreden van Maria en Jozef zit een tal van schreden verborgen. We zien de voetsporen van hele families, die ook vandaag de dag gedwongen zijn hun woning te verlaten. zei de kerkvoors tegen de duizenden gelovigen in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. We zien de sporen van miljoenen mensen die niet vrijwillig vertrekken maar onder dwang gescheiden raken van hun geliefden doordat ze hun land worden uitgejaagd. Kerstmis is de tijd de kracht van de angst om te zetten in een kracht van liefde. Aldus Franciscus, men mag zich niet neerleggen bij onrecht. Men moet de moed hebben te midden van spanningen en conflicten ruimte te bieden voor gastvriendschap.